Kunnen we weer dat spelletje doen wat we gingen spelen, dat schietspel? Het is. Nou, dat mag je eigenlijk helemaal niet spelen. Zullen we het gewoon maar doen? Dit is Guy, 5 jaar en een legend for life. Ja. Vandaag gaan we op vakantie in eigen land. Omdat het belangrijk is dat kinderen kennis maken met de natuur. Maar vooral omdat het natuurlijk weer helemaal hilarisch gaat worden. Wat is er? Guy, weet je wat we vandaag gaan doen? Jij en ik gaan op vakantie. Nee. Oh. Nurmhalen. Nee, we gaan geen Nurmhalen. Wel. Oké. Ja? Nee, tuurlijk niet. Ga je toch geen Nurm geven zomaar? Ik maak mijn hele auto vies, smeerpijp. Ik kon sowieso niet daarheen. Ik kon niet hierheen. Dit is stom. Gietje! Ja? We zijn op een hele leuke plek, want hier kan je skelteren. Hier kan je skateboarden. En wat nog meer? Klimmen. Je kan hier allemaal leuke dingen doen, hè? Wat wil jij doen? Skateboarden, voetballen? Ah, wat lief dat je dat even aan mij vraagt. We gaan eerst skelteren, oké? Okay? Mama, Skaten? Ja. Ben jij wel eens gaan kamperen? Gaan we dan nu parkeren? Parkeren? Nee. Ja? We gaan sowieso parkeren. Gietje, kijk eens naar mij. Nee. Anders gaat de auto helaas niet open. Hey. 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 Ik ben helaas niet uit de auto. Ik wel. Is dit voor ellende, jongens? Ik dacht het leuk, weet je wel, even met Guy keer een dagje kamperen. Hij heeft er totaal geen zin in. Hey, dat kan je ook doen. Nee, die is niet van ons. We kunnen gewoon stelen. En wat is dat nou? Hallo. Die man zei geen hallo terug. Ah, het is een dove meneer. Nee. Wil je deze? Ja, die dacht erop zitten. Zo. What the? Zo, fuck Kees! Wat deed je? Hey! Hey! Yo! Zo, die was iets harder dan verwacht. Hé, kijk, er is een speelparadijs die kant op. Kom maar. Ga jij goed omhoog klimmen? Kan dat wel goed. Zo. Ik durf het niet. Ja, ja, ja. Heb je nog tips voor mij? Ja. Bla bla. Nee, Welke ijsjes heb je allemaal? Wil je een ijsje? Welke ijsjes heb je allemaal? Wat voor ijsje is dat? Dat is het logo van Ola, Guy. Deze. Voor netto aardbei. Lekker ijsje? Kijk, de situatie is een beetje als volgt. We zijn natuurlijk matties aan het worden. Het kan nog closer, dus ik dacht, hoe goed kan het nou zijn om even te kamperen met de legend, himself. Alleen hij weigert om te accepteren dat we hier gaan slapen. Ik ga hem nu een tent geven. Ik ga kijken hoe hij reageert. Ik denk dat hij het, helemaal niet leuk vindt. Tent. Heb je wel eens gekampeerd in een tent? Ja? En vond je dat leuk? Ja. Oh, oké. Okay. Dus we gaan er gewoon een leuke dag van maken. De cola doet het hem. Hij heeft geen hele cola opgedronken hoor. Dat was nergens voor nodig. Kun je me helpen opzetten? Nee. Oké, okay. Blijf je zitten. Ik ben echt niet klaar voor het vaderschap. Guy, what the fuck? En go! Wat een natuurtalent. En heel hard duwen. Met je voet erop. Wacht even, wacht even. Hé, hey, een buig. Wait, yo, hij is helemaal krom. Wauw. Zo. Regen. Ja, die moeten we even weggooien. Nee, niet daarheen. Als je zegt weggooien tegen Guy, dan gooit hij het meteen weg. Ga niet straks in de prullenbak, moet meteen weggegooid worden. Ga ik hier slapen? Misschien gaan we hier wel slapen, als je dat wil. Ik wil thuis slapen. Oké. Okay. Guy's moeder zei al tegen me van ja... Kelvin, ik weet niet hoe hij gaat vinden dat je niet thuis gaat. Kijk wat ik heb, joh. Wat is dit nou? Een nieuwe skateboard. Je wilde toch wat leuks? Een skateboard. Kunnen we straks naar de skatebaan? Ja, dus jij hebt er ook een en ik ook. We gaan fully camping. Wat is dat? Kunnen we hier barbecuen? Ja, kunnen we hiermee koken? Zullen we hier anders eten? Ja, laten we hier eten, ja. Gaan we straks pannenkoeken maken? Ja. Vind je dat leuk? Ja, allemaal spullen. Voor het skaten straks. Dat je dan geen ouwe hebt. Hey!
Au! Ik krijg niet pijn. Ja, ik heb wel. Ik doe niks. Hey, Kees. Dit gaat beter dan verwacht. We hebben de tent opgezet. Die is helemaal up in gear voor de skate sessie. Let's get it! Golly, got an Asian best since you're probably like a Harley. If you hate me, go! Ready? 3, 2, 1. Woi, yo! Hey. Was netjes. Oh. Oké. Okay. Oh, oh. Goed go! Nu begint het leuk te worden. We zijn nu ongeveer 5 uur op deze camping. Er komt straks een punt waarop Guy gaat beseffen dat hij hier gaat slapen. Ja, ik kan me voorstellen dat hij dat een beetje spannend vindt. Ik heb het flesje. Deze is voor jou, lekker. Nee. Alsjeblieft. Kan je het terug in het flesje doen? Waarom zou ik het in godsnaam terug in het flesje doen? Ik wil zo drinken. Moet ik het terug doen? Oh. Een doekje. Uh-oh, het gloeit. Ja, Guy. Waarom deed je dat nou? Dat is gebeurd, hè, maf Kees. Moeten wij niet gewoon een keer een videoclip gaan maken? Voor een liedje. Dat wil ik wel, maar dan wil ik wel alles bepalen. Jij mag alles bepalen, vriend. Zin in pannenkoeken? Ja, van pannenkoeken. Van uien moet je huilen. Ja, dat klopt. Gaan we... Huilen. Als wij een videoclipje gaan maken, dan mag je alles bepalen. Als je een plek kon kiezen voor de videoclipje, wat is de leukste plek op aarde? Bij de bioscoop. Oké, gaan we naar de bioscoop? Kom maar even mee. Hier. Pannenkoekenmix, hoi yo, appel. Die is niet voor jou, hè, kleine man. Hé. Hey. Ik mag het toch schudden? Mag ik hem openmaken? Nee. Ik moet nog langer schudden, maat. Kietje, gaat goed? Ja. Top. Nou is in ieder geval even stil. Kan ik even rustig die koude pannenkoeken maken? Rustig aan, die niet kapot gaat. Zo. Potverdorie, kijk hem vreten dan. Je dacht eens dat het niet leuk zou worden, hè? Eerlijk? Ja. Maar nu denk je... Dat is leuk. Ja, vind je wel een beetje leuk? Moet je poepen? Nee. Moet je poepen? Nee. Okay. Hier mag je er twee van. Zo, mee. Je hebt vieze scheet gelaten, Guy. Gadverdamme. Hey Guytje, het is tijd om de tanden poetsen. Normaal joh. Wat is dit voor... Leren tanden poetsen. Ja, zo. Goed zo. Ja, we hebben een dikke slaapzak hebben wij. Daar kunnen we lekker in liggen. Hier sokken aan. Boekje erbij. Nou. Die ga ik lezen. Ga jij die voorlezen? Oké, dan ben ik wel heel benieuwd. Moet je maar opletten. Die kan helemaal niet lezen. Muis rent naar binnen. Ze zegt, auw, auw, auw. Zo. En dan, dat was het. Oké, top verhaal. Poes, nee, poes. Muis ging rennen en over de stoel heen en terug. En ze staart en zijn poot. Ze staart en zijn poot lag eronder. Dus ze moesten een pleister. Ze moesten een pleister doen. En Dikkie Dik zei, poesmuis zei, is dat nou een muis met stekels? En ze keek erop en het is een bam. Oh. En toen? En dan gaan ze pleisters op hem doen. En dan zitten de pleisters op zijn rug, op zijn arm, op zijn benen en op zijn piemel. Oh. Afgelopen. Dat was een grappig verhaaltje. Ja. Maar ik dacht dat jij helemaal niet kon lezen, Guy. Wel. Ja, dat blijkt maar weer. Maar nu is de tijd voor waar het echt om draait. Namelijk, we hebben nog een zak snoep verstopt in deze tent. Twee snoepjes. Twee snoepjes. Vond je het wel een beetje een leuke dag? Ja, het is wel een goede vakantie, hè? Maar jouw verhaaltje sloeg nergens op. Welterusten. Welterusten. Goedemorgen. Goedemorgen. Je hebt een beetje lekker geslapen. Ja. Dat is knap. Het was namelijk echt scheidweer vannacht. De tent was niet helemaal waterdicht. Het heeft kaart geregend vannacht. Ja, het is naar binnen gekomen. Wie is dat? Er is iemand buiten. Wie ben jij? Zo. Mooi, joh. Kijk dan.
Welke motherfuckers zitten er bij ons vuilnis? Ik dacht dat het iemand anders, maar dat was gewoon een vuile meeuw. Kijk dan, al het vuilnis is gewoon helemaal... Hij heeft gewoon onze hele vuilniszak opengemaakt. Het was een heftige nacht. Het heeft echt hard geregend. Kie heeft overal doorheen geslapen. Niet normaal, joh. Kijk hem nat. Maar Kie heeft weer een skelter voor zichzelf gefixt. Ik weet niet waar hij die vandaan heeft gehaald. Hij is weg. Ik hoop dat hij ooit terugkomt. Maar tot die tijd, deze ramp moet ik even oplossen. Het vuur staat aan. Doe mijn eitje erin. Zo. Wat mooi, joh. Lekker, bro. Doe er nog maar eentje in. Oh, dit wordt lekker ontbijt, hè. Lekker. Nou, ik doe gewoon maar deze. Netjes. Ik vind dat je dit super goed kan. Het zijn genoeg eitjes. Maar er gebeurt nog niet zoveel. Hé, hey, wat doe je? Ik druk ze aan. Lekker scrambled egg. Ik maak een gele ei. Denk niet dat het vuur aanstaat. Allemaal ei op je broek. Dit ding is hartstikke verzopen. Het heeft zo hard geregend vannacht. Het gasstel gaat niet meer aan. Dus we hebben een probleem. Zo, die auto weer vol. Helemaal nat van de regen. Wat vond je van de vakantie in één woord? Leuk. 6,5. Nee, niet een half, ja. Nee, wat dan? Gewoon leuk. Gewoon leuk. Hey, vond je niet eng vannacht in de tent? Nee. Maar het regende zo hard. Ik vond het niet eng. Vond jij het eng? Ik vond het wel een beetje eng. Maar gelukkig was jij er. Jij kon mij een beetje beschermen.